Hallo kijkers van Ultra Games 93. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Borderlands 1. De vorige keer wat schiet jij nou weer op? Oh, ze zitten darten. Ja, ik doe mee. Zo. De vorige keer... Ja, oké. Okay. Nee, want ik ga winnen. Ik ga winnen, ja? Ja, ik ga winnen. Ja. Dat weet ik zeker. De vorige Kijk maar. Keer... Wat? Ja, en ik ben... Bullseye. Mooi. Maar de vorige keer hebben we heel wat klusjes gedaan. Deze keer gaan we op zoek naar een artefact. Maar ik wil eerst even Patricia. En ja, fijne... Je was jarig, hè, Patricia? Vorige zaterdag. Was namelijk dierendag. Maar oké. Okay, nee. Nou, jij was ook jarig, want jij bent de kip en ik ben een panda. Dus fuck off. Nee hoor. Oké, okay, ik pak even de auto en dan gaan we beginnen. Ook al zijn we nu al begonnen, maar... Zaterdag. Maar dan kunnen we met het echte werk, kunnen we met het echte werk gaan beginnen. En waar moeten we naartoe? Oh, dat ik ben... Vrijdag, dan vieren wij altijd dierendag op school, alleen ik ben mijn knuffel vergeten. Oh, heb ik mijn panda knuffel mee naar school. Niet schieten hoor, Patricia. Nee, iedereen had de knuffel bij hem. Behalve Amber en ik. En wij waren vergeten. Oké. Okay. Nou, hier is het. Patricia! Ik help je. Het artefact moet daar ergens boven liggen. Walk it up. What the fuck gebeurt er? Anyone need help? Oké, een hele militaire operatie hier. Oh fuck! Mislukt. Nee hoor. Heal, brand. Daar nog één. Die mag jij doen. Oh, ik moet die reloaden. Hoppakee. Is er nog één hier? Daniel, laat mij voor. Ja. Zijkant. En... Ik kom hier niet bij, vanaf hier. Oké, waar ben je? Hier? Hoe komen we verder dan? Oh! Ja, we hebben eerst even ons eigen probleem hier. Doei! Ga naar beneden! Aww. En weer naar boven! Ja, Patricia wou zonder mij gaan. En dat zal een einde zijn geworden. Oké, okay, ik heb even de hier. Schuif op! Schuif op! Dank je. Ah, fuck you. Ja, ik weet niet of mensen het goede woord is. It's time for my help. Run for it! Dus ja, ik heb per ongeluk ons ding naar boven laten gaan. Ik wil je weg! Dit is echt! Oh god! Ja, ik heb hier een beetje zo mijn eigen probleempjes, Patricia. Woon! Ja, ben je gerefined? Ik ben er ook zo. Ik weet niet waar je bent. Oh hier, hoi! Ik ben bij je. Level up, motherfucker! Ma!
maak je geen zorgen. Critical hit. Hoppakee. Team. Ja! Nee, ik wil dit geweer. Waag het niet. Ik heb je geweer niet nodig. Doe die zijn. Stop! Oh, sorry. Sorry, ik heb er geen rekening mee gehouden. Ik dacht van, ja, leef nog. Hou je bek. Maar dat was niet het geval. Ja, sorry. Nee, wacht even. Ik moet dat pakken. Een zatdoek pakken. Oh. Ik heb een loopneus. Ja, mijn neus kan lopen. Heel goed, hè? Interessant. Oh, ik ben level 21. Dus ja, dit moet jij zien. Gloeiende stenen. En het wees maar niet bang. Er is niks. Oh ja, maar er zitten allemaal voor rare tekentjes. Ik zat te tekenen, ja? En wat zijn dat voor beelden? Of zijn het wel beelden? Het zijn toch geen monsters, hè? Weet ik niet. Oh! Oh nee! Oh nee. Wat heb ik gedaan? Ik wist dat we iets van oudheid gingen doen. Maar dit had ik ook weer niet verwacht. Ah. Wow! Oh. Oh god! Ik wil hier weg! Help me! Lok ze naar één plek! Lok ze vlakbij je! Ik heb een bazooka! Nou, ik heb de missie wel voltooid, maar we moeten dit eerst overleven! Kunnen we? Ah nee! Alleen... Want ik weet niet of daar nog meer was. Ik heb hier een machine gun. Oh mooi, ja, doe Patricia. Deze is nog bijna dood. Oh, ik ben even up. Ik niet. De dingen geven heel wat XP. Mooi zo. Oké. Ze moeten blijven stilstaan. Ja, volgens mij komen er steeds meer. Nee, er zijn er maar twee. Blijf gewoon vlak bij je ding, oké? Ze zijn fucking snel, jongen. Ja, ik weet het. Maar niet onkillbaar. Dat was all me. Oké. Deze is dood. Is er nog één of niet? Zo. Er was me wel wat. Ja, kist! Ja. Patricia, ren daar meteen naartoe. Ik zei toch, we moeten niet meteen opgeven. Mine. Even kijken, wat heb ik voor jou? Ik heb iets voor jou. Dat. Maar mag ik dan jouw andere hebben? Want ik kan hem ook verkopen. Deze. Je zegt het maar. Of je krijgt support gunner. Hey, dan moet ik wel je andere hebben. Wat jij hebt net gekregen. Of net hebt gepakt. Dus die moet je dan droppen. Dat is een extra naam wat ik jou net heb gegeven. Drop dat ding wat je net hebt gepakt. Uit deze kist. En ik weet precies hoe die eruit zag. Trouwens, hij is niet goed. Hij heeft maar 50 damage. Geen probleem. Ik weet precies hoe die eruit zag. Deze? Deze was het, hè? Ja. Nee. Nee? Nee. Geef die andere dan. Er is geen andere sukkel. Levert wel geld op. Even kijken, wat is dit? Maar ik moet level 22 zijn. Even kijken. 72, 5. Nee, dan is die slechter.
is het deze? Ja, maar ik ben even mijn wapens aan het uitzoeken hoor. Het is je 88, 72. Dan is deze dus beter. En de sniper van 200, nee, die is slechter. En dat kan ik nog niks mee. Dan is deze dus beter. Oké, nou. Daar gaan we. Heb je nu ook die tweede naam? Level 22 support gunner. Ik moet 22 zijn. Nee, level, je level en daarna support gunner. Erachter. Of moet jij level 22 zijn voor dat? Weet ik niet. Moet je op dat ding klikken? Dubbel klikken wat ik jou heb gegeven. Nee, ik moet level 22 zijn. Ja, staat er rood level 22? Ja. Runnerbot trolls destroyed. Oh, oké. Okay. Oh, tuurlijk, ja. Ik begrijp al wat het was. Dus ja, we hebben nog maar één missie. En dat is, nog 7 van die auto's die ik de vorige keer de lucht in heb geblazen. Daarvan eentje heb ik daar de lucht in geblazen. Dan moeten we nog 7 van boom laten gaan. In ieder geval hebben we het artefact gepakt. Hij komt al. Ik dacht jij gaat zonder mij. Nee. Ah! Ik schrik me dood, man. Yes! No! Lekker diep dit, hè? Ik vond dit een leuke missie. Vooral die beesten die we net ook kregen. Ze waren niet moeilijk. Nou ja, ze waren wel moeilijk. Oh, hij staat niet daar beneden. Hun schild was het zwaarste van allemaal. Wat is er? Onze auto is kapot, dat weet je. Nee, ik zit te kijken of daar zo'n auto-span-ding is. Nee, dat is daar. Wacht even, blijf even staan. Ga ik even een... Oké, ik heb 10 meer heal. En ik zie hem meteen als... Oh, god, oh, god, oh, god. Felicia! Felicia, blijf daar staan. Ik pak een auto. Nu? Nu? Gaat hij er aan? Ga met je gun bezig. Mounting up. Nee. Hij raakt me. Mami. Blijf daar. Ik kan het heel snel oplossen. We hebben die missies ook zo gedaan. Zo nog even, oké? Mag jij even kijken hoe ik het doe? Nee, wacht, stop, ik wil dichtbij zijn. Oh, ik ga voorbij. Oh, verdomme, ik kom terug. Nee, ik ga nog even 5 van die auto's, Felicia. Ik heb ze zo kapot. Loop jij ondertussen naar de grote lichtstraal? Of nou ja, naar ons stadje? Ik weet niet waar dat is. Ik heb hier alweer een auto gevonden. Lisa maakt daar een hele wandeling. Ah, ik heb er weer een. Waar moet ik heen? Kom maar richting de grote richtstraal. Hé, hey, ik ga naar jou toe. Daan, ik kom eraan. Hey, is Lucky only send you... Nee, blijf daar! Like Stop het! Seriously, I'm putting bad guys and runners. Nee, dat is hier nog een. Maar hier ook. Oh. Ah! Hij richt op mij! Ik had een mooie botsing. Oh god, nu ben ik daar weer. Op de plek waar wij net vandaan kwamen. Dus ik moet weer met die lift helemaal omhoog. Nou, ik moet nog 3 auto's kapot maken. Dus ja, dat betekent dat jij even met je gun gaat. En ik ga ze met jouw rocket launcher op de auto neerschieten.
dat ik gewoon even beter kan. Of moet ik rijden? Nee. Ik rij wel en ik schiet tegelijkertijd. Jij gaat gewoon even wachten. Maar ik moet er nog maar 3. En je hebt gezien dat ik er 4 heel snel had. Die auto is kapot, hè? Door die botsing, hè? Oh, wauw. Met de gun gedaan? Ja. Oké. Dan pak ik nog snel even 2. Wat is jij, dit lukt jou niet. Oké. Ik wou ook naar de driver toe. Oké, dan andersom. Gast! Ik moet er nog maar 2 kapot hebben. Nee! Waar is die? Ik zag hem net. Nee, daar gaat. Nee, daar is degene die me aanrijdt. Hij zit hem jou, ik bescherm hem. Oh ja? Patricia, zie jij hoe slecht jij kan schieten? Hou je pek. Als het zo is, dan doe ik het voor mij. Dan mag jij het helemaal zelf doen. Dan blijf ik wel even wachten. Ik had hem kunnen hebben, maar ja, ik ben mijn rocket launcher er niet meer, omdat iemand erin stapt. Ja, maar jij wilt nooit iets alleen samen doen, wauw. Oké, dan mag jij nu rijden. Laat maar, ik doe hem niks. Nee, oké. Het is tijd om nu ruzies te maken. Oké. Nou, ik heb toch liever deze machine kunnen. Die kan tenminste nog wat. Weet je, ik ga snel even 1 auto pakken. Jij gaat rijden. Ja, rijden. Normaal doen we dit nooit, dat ik ga schieten en jij gaat rijden, maar nu ga jij rijden. Goed achter een auto. Is het moeilijk? Ja. Ja, god. Sorry. Stap dan even uit. Nee. Ah. Oh, wauw. Oh, je moet serieus zo doen. Oh, met de muis. Ja, ik kan toch zo niet zien? Gast! Oh, Tim. Zie, ik ben ook niet goed. Ik ben nergens goed in, dat weet je. Ik sterf hier wel. Dus jij blijft daar, ik ga je healen. Ik kom naar je toe. Red je nooit. Ah, jammer. Bijna. Ik kom je oppikken met de auto. Maar eerst even die gozer die jou even zo kan maken. Nou, jij bent veel beter als schieten dan als rijder, oké? Okay? Dus voorlopig ga jij even blijven schieten, als je dat niet erg vindt. Nee, dat vind ik juist goed. Oh, he had you blow up some of my rides? Bandits or no, those were some pristine tail-getting machines. Oh, ik ben er. Maar we gaan nog nergens naartoe omdat het hier binnen is, wat ik moet hebben. Waar we moeten wezen. Dus blijf jij even buiten, ik ga even met die meneer praten binnen. Of als jij mee wil, ga je mee. Nee. Oké, we hebben een nieuwe missie. En we moeten iemand vermoorden en praten tegen Claptrap. Oké, nou laten we dat gaan doen, Patricia.
Mm-hmm. Even turbo aan. Okay, this Mad Mel guy, I know him. He's the one's been stealing all my runners and putting them in the hands of these jagoffs. Hey, you say hello from Scooter. And by that I mean you just go murder the crap out of him, alright? Oh god, dat lijkt alsof het een hele grote bandiet wordt. Toch niet een auto bandiet, hè? Toch wel. Misschien moet jij toch even uitstappen. Nee, grapje. Blijf maar in. Ja, sowieso, dat kan niet. We moeten samen. Werkt niet. Lisa! Overleven. Oh my god! Dus je moet ze in één keer doodschieten. Kan niet, onmogelijk! Dit is een missie die wij heel wat keren gaan opnieuw doen. Omdat Patricia niet kan schieten. Nee, grapje hoor, please. Stap ga er maar van steen, ik teleport wel. Ja, maar dan ga ik eerst even kijken. Deze zijn er nog, blijf daar. Dan schiet ik hun eerst even kapot. Oké, één auto is neer, er zijn er nog twee. Ik heb ze zo allemaal kapot. En dan, als jij dan mooi ze instapt, dan hebben we het gehaald als het goed is. Oh, ik heb een eigen jongen. Eigen? Ja, dat kan. Dat weet je toch? Oh, tuurlijk. Hi. Ja, goed. Wow. Ja, doe het vooral even zo, hè. Woehoe. Maar dan houden we niet op mij schieten. Sorry. Oké, okay, die is neer. Dan houden we het even zo. Ik wist niet dat het kon. Yeah! Lisa? Achter je. En pak die gas, ik pak de minions. Wat? Oké! Okay. Oké, pas op voor zo'n rams. Ja, ik moet heel erg lachen omdat ik het grappig vind. Waarom sta jij hier nog steeds? Let's get out of here. Mounting up. Oh, jij bent ook in één keer dood. Ja. Okay. Wacht! Oh, sukkel. Ik ga zijn auto rijden, dat kan ik wel pakken. Waar is die andere gast? Ja. Oh, daar. Ja, moet ik even afrekenen. Kom hier, jij. Domme. Go. Net ging het super goed. Sorry, ik kan je niet helpen. Geen probleem. Ik ben op de zaal aan het schieten. Dat helpt ook. Oké. Ik span terug. Succes. Jij ook. Ben je weer dood? Hey, let's get you rolling, man. Enough walking. I got the ride. Heb je weer een nieuwe auto? Ja, waarom zou ik bij jou ingaan als ik ook zelf kan? Nee, maar ik bedoel, waarom ga je steeds dood? Ja, waarom ga jij steeds dood, jongen? Omdat het best wel sterk is. Nou dan. Oké, als ik je komt. Lucia, hij is bijna dood. Probeer hem goed te beraken. Ik ontwijk iedereen behalve hem, omdat... Nee, je moet niet raken, je moet niet ontwijken, je moet hem juist raken. Nee, die andere gasten ontwijk ik. Waar is je daar? Oh ja? Hoppa, kijkjes. Met de handgun. Mad Mel is gone, bled his worthless piece of crap soul. Ik zit vast. Quite the little go-getter out there. Drop by my shop and you get to New Haven. I quite like to meet you. Moet ik je ophalen? Woohoo! Ja, goed.
Mag ik rijden? Of nee, ik laat hem wel even kapot schieten. Schiet maar. Nee, kom. Jij mag rijden. Oh, wil je niet zelf rijden? Goed. Woehoe. Oh, wat? Daan. Wat hoor ik? Ja. Kom op daar. Oh ja, jij hebt het natuurlijk niet nodig, hè? Nee. Ja, maar ik wel. Dus ik ga dat even nemen. Oké, waar moeten we naartoe? Weet ik toch niet? Oh ja, ik weet wel waar. Mooie blauwe auto trouwens. Dank je. Jij neemt dan rood, ik blauw. Oké, waar is Claptrap? Daar! I'm over here! Waar? Oh ja, achter. Daar. Oh god, reek je over Claptrap? I've received proof of Mad Mel's demise! Claptrap everywhere will rejoice! Please wait while I enable access to New Haven! Wat zit hij met onze auto's doen? Goh, zet maar even naar achter. Wat krijgen we nu al een nieuw gebied van hem? Ja. Ja. Yes. Oh, come on. Oké. Wacht even, wacht even. I'm dancing. I'm dancing. Ja, hij danst. Nou, klaar om te gaan, Patricia? Naar New Haven. Dat lijkt een stadje. Nieuwe haven. New Haven. Nee, New Haven. Nederlands New Haven. Nee, haven is geen Engels voor haven. Oké, dit is echt best wel een groot gebied. Maar als je dat Ze schrijven haven zo toch Nederlands? Ja. Nou dan. Maar dan is niet alles New Haven. Ja, maar dat is niet alles correct vertaald. Wat is het dan? Weet ik niet. Hold on. Je stap. Even snel alles kopen. New missions available on the new bounty board. Oké. Ik pak even ondertussen een auto, hoor. En kom naar je toe. Waar is die auto? Oh, hier. Mounting up. Where are you? Beneden. Niet het leeg, hè? Jawel, beneden. Hier. Mooi. Even kijken, waar moeten we naartoe? Nee, wacht. Naar het midden van de stad. Stop! Dat is niet makkelijker als ik een eigen auto pak. Ja, dat is te laat. Die is ergens helemaal aan het begin. Ja, maar ik kan super snel rennen als jij heel even wacht. Patricia, je kon ook vijf stappen. Je kon ook vijf stappen naar voren en er was er ook één. Bij die rood gloeiende steenmassa staat zo'n paaltje. Ja, weet ik. Ja, maar we gaan nu geen mensen bevechten. I'm transmitting to inform you that I've made a decision I think you won't like. As administrator of New Haven, ook, I am responsible for the well-being of its citizens. Yeah. And in that capacity, I must keep the road to Sanctuary closed for now. Baron Flint's tribe and that infernal contraption of theirs are out on the salt flats. And I don't want citizens getting killed trying to get past them. Okay. Ja, we zijn in een hele grote stad hier. Oh, er is trouwens wel een bounty board hier in de buurt. Ja, je kan niet verder rijden dan dit hoor, Patricia. Nee, ik parkeer hem precies naast jou. Ik zat er tussen. Oké. Nope. Dit is toch gewelddadig? Ik heb meteen een nieuwe missie. Ja, ik zie missies. Waar?
Ja, als het goed is hoor. Volgens mij kan je met deze persoon praten hoor. Ja. Ja, je kan met iedereen praten, maar ja. Wow, gast. Dit doet me eraf. Man, I hate this place. Ja, weet je wat? Iedereen kan wel, jij wel mee praten, maar het hoeft niet. Dus ga maar gewoon even naar de... Oh, dat is wat jij leuk gaat vinden. Voor een missie moeten we nog een keertje terug naar ons eerste stadje. Holy ik wil erin. Precies, ik wil erin. Heard you hunt for that vault. You know, even if it works, hogwash. What a matter. What are you gonna do with treasure anyhow? All we got here is mud guns and dirt. Ja, dat kan je niet nemen, Brisha. Die is nog in. Zit erin. Ik zit erin. Ja. Oké. En ik zit eronder. Jee, ik mag je eindelijk overrijden. Huh? Wat nu? Komt hier naar binnen. Oh. I hope you're avoiding the negative element around here. The vault is a story to give hope to the hopeless. Nothing more. Okay. Okay. Nou, het lijkt op dat we in een grote stad zijn aangekomen. Maar de volgende keer moeten we echt terug naar een ander gebied. Dus ja, we moeten namelijk terug naar ons eerste stadje. Looks like you fit right in. Maar laten we eerst naar onze auto's gaan. Blauw is voor mij! Dus ja, wil je nu richting ons eerste stadje of wil jij dat de volgende aflevering doen? De volgende keer. En als we nou in plaats van een duel een race maken? Nee, want ik kan niet goed sturen. Ja. Ah, god, doe normaal! Ja, seconde, ik moet achteruit. Ah, bijna, ja. Oké, draai je auto maar even om. Bij deze poort. Je weet waar we naartoe moeten, hè? Nee, maar dat past niet. Oké, Oké, ik geef jou een voorsprong. Jongen, dat niet... Dan gaan we racen. Oké, wacht hier. Dal Headland. Ik hoop dat we onze auto's niet kwijt zijn, anders moeten we weer een auto pakken. Anders racen we gewoon verder. Ik zie niks. Oh, 3, 2, 1, we gaan verder. Ik zie niks. Oh. Serieus niet. Oké, dan zet ik mijn auto even neer. 3, 2, je stapt wel uit. 3. Maar ik zie niks, ik zie zwart. Oh. Daniel, dat helpt toch niet? Ik zie niks. Oh, en nu? Waar loop ik heen? Naar het stadje. Ik zie zwart, ik vind het eng. Je auto is wel kapot. Waar ben ik nu? Let's get out of here. Waar ben ik nu? En ze bestelt een nieuwe auto. Is dat niet juist? En stap ze... Bye. What the fuck? Oké. Dus dat gaan we doen. Dus eigenlijk is de weg heel makkelijk, hè? Het is gewoon rechtdoor. Maar ja, voor jou is het nog makkelijker, want jij moet mij alleen maar volgen. Je haalt me nooit in. Je mag heus wel wat zeggen hoor. Fuck you! Hey! Kom maar, kom! Kom aan, kom! Oh ja? Ja. Je hebt de turbo ook nog, hè? F. Weet ik. Als eerste in dat stadje is, hè? Je weet wel. In ons beginnen stadje.
Deze keer heb jij geen zwart scherm. Hopelijk. Want ik rij gewoon door. Nee. Dat is vals spelen. Ja, dan wat jij net deed was ook vals spelen. Nee, maar serieus, ik zag zwart toen ik hem joinde, zeg maar. Oh, je zit Claptrap te dansen. Beter? Nee, ik zie nog het laatste scherm. Stop, laatste scherm! Oké. Hij moet even laden. Hij moet laden! Dat is jouw hoofd, dat is vals spelen. Sorry, ik wist niet waar je was. Serieus? Rij maar door nu hoor. Je mocht de hele tijd doorrijden, maar ja. Gast! Met één kan je hem weer recht krijgen. Ja, maar nu moet jij ook wachten, jongen. Dat is niet leuk. Ik zal geen turbo gebruiken, goed? Wauw! Ik ga de hele verkeerde kant op dan. Ga ik de verkeerde kant op? Het ligt aan mij. Oh, nee. Ze is er al. Zo leuk, hè, dat we nu twee autootjes hebben. Dat kon al de hele tijd, hè? Oh, nou ja. We hadden het nooit door. In plaats van duelleren kunnen we nu racen. Nou ja, als we naar een ander gebiedje doen. Mhm. Ah! En wie als eerste bij die dokter is? Ik weet niet waar die dokter is. Oké, dit wordt voor haar heel simpel. Ik ben er! Ah, puh! Wat is er met die dokter? Cito. Of is die dokter even gaan wandelen? Nou ja, kijkers. We hebben een race gedaan. Ik heb gewonnen. Volgende keer wint Patricia weer. Het scheelde trouwens niks, jongens. Want Patricia was er bijna. Maar kijkers, daarmee gaan we de aflevering afsluiten. Kijk eens even een duimpje omhoog. Help je mij, help het kanaal mee. De volgende keer gaan we nog even wat paar klusjes doen. Hier in de Arid Badlands. We gaan wat klusjes doen in New Haven, onze nieuwe stad. En in Tentus Warren. Maar dat zien jullie de volgende keer. Wat voor nu ga ik zeggen? Wacht. Ja, wat is het? Kijk in de chat. Ik zie niks in de chat. Hey, waar is de chat dan? Oké, kijkers. Patricia wens zegt jullie voor de volgende keer. En dan zeg ik tegen jullie... Doei! Doei!